weet het niet. Next time you come here, I okay, okay? Een hele goede middag. Moet je kijken wat voor een mega mooi gebied ik hier loop. Het is super warm, we zijn nu in Luxemburg. Ik ben in mijn eentje. En als ik hier dan toch ben, dan moet ik natuurlijk een verlaten huis induiken. En die heb ik gevonden, meerdere zelfs. En goed, we zijn er nu bij eentje, dus we gaan kijken of we binnen kunnen komen. En anders is alles voor niets. Er zijn hier hele grote villa's. En die kijken er recht tegenaan, dus ik ben benieuwd. Maar hier is het. Ik heb wel hele goede schoenen bij, maar goed. We hebben hier een hoop haardhout. Gevaarlijk hier. Vette locatie, alleen deze is eigenlijk bijna aan het einde, want hij kan elk moment instorten. En er zit hier ook een soort beest in, dan overal liggen van die keutels en zo. Dus, maar, en overal heel veel medicijnen ook. Ik ben eigenlijk door heel het huis aanwezig, dus ik heb geen idee wie hier gewoond heeft. Maar het zal vast ook oude mensen zijn geweest. Maar eigenlijk bijna alles is kapot. En dit, dat noem je lamuren. Hele mooie plafondlijsten. Maar ja, overal is het dak ook zo slecht. Dus het kan ook elk moment over en uit zijn eigenlijk met dit huis. Hier heb je er weer.
Ja, hier zijn nog een paar pannen en zo. Een paar leuke spulletjes. Hier in een soort living room terecht. Er staat daar nog een kartje bier, zie ik. Even wat leuke spulletjes. Daar staat een atoombom. Ook vet. Dit zijn autobanken, denk ik, die ze hier hebben neergezet. Ik schrik me helemaal dood. Oh, ik heb een slecht geweten. Maar goed, ik denk ook dat dit iets van de garage is geweest, want het heeft een betonnen vloer. Dus ik denk helemaal niet dat dit de living room was. Ze hebben hier gewoon wat spullen neergezet. Er is een beetje chillhok van gemaakt ofzo. Nou, het huis is eigenlijk vrij klein en dan hiernaast bevindt zich gelijk de schuur. En een paar dingen waarvan ik niet weet wat het is eigenlijk. Ik ben zelf eigenlijk wel helemaal weg van dit soort schuurtjes. Ik vind ze echt wel vet. Dit moet een kiphok zijn geweest. Ik zie hier die spullen van de eierschalen liggen. En ook stro en zo'n trappetje en zo. Een ander dierenhok. Wat je vaak ziet, dat in die schuurtjes zie je die dakpannen worden neergezet. Stinkt hier ook eigenlijk, je hoort de vliegen ook. Het lijkt wel of dat hier nog steeds koeien staan, hier daaruit en naar. Maar kijk, wat je hier ziet liggen, dat zijn ook weer van die grote keutels. Dus er zit hier wel, misschien vossen of zo, ik heb geen idee. Dassen, vilvraten. Dit is een soort van werkplaats. En hierboven uit dat gat. Ik weet niet wat het is. Er komt alleen maar van die zwarte zooi. Maar goed, we gaan even kijken of we boven kunnen kijken. Zo, dit is al een hele grote schuur. Ga ik even in. Het lampje aangezet. Hier liggen botten, maar ook hier liggen ook weer die keutels en zo. Dit is gewoon heel dik beton met dikke balken. Dus hier kan ik wel gewoon overheen lopen, hoop ik. En dit dan natuurlijk niet meer. Ja, dit is gewoon een groot uilenkastje, wat vet. Kleine file gevonden. Ja goed, dat is een oud bed geweest, een oud matras. Ja, het is echt verlaten, echt de spullen zijn meegenomen. En zelfs de schuur is nog steviger dan het huis. Dus dat zegt wel genoeg, de bomen groeien naar binnen. Ik denk dat dit er nog een paar jaar staat en dan kiept heel het zaakje naar beneden eigenlijk. Maar ik vind het wel leuk dat ik hier geweest ben. Ondanks dat er niet heel veel te zien is. Kijk wat er gebeurt als we hier op lopen. Ja, wat ik al zeg, ik heb een beetje goede kleren aan. Maar ja, boeien joh. Ja, hier ligt gewoon een hele hoop hout. Een soort van geïmproviseerde nestkast is ofzo. Omdat er ook die bamboestok aan hangt.
Dus ik denk dat daar dan wel daadwerkelijk ook echt een oil in zit. Ja, natuurlijk nu niet, of misschien nu juist wel, maar ik bedoel gewoon als die een nestje maakt. Kijk, daar heb je hem. Dus maar goed, we gaan er weer vandoor. Dit was hem dan al eigenlijk. Ik sta nu hier in de schuur en ik vind het sowieso een vette locatie als je gewoon echt van dit soort urbex houdt. Even kijken of ik hem nog... Nee, ik was wel goed. Maar ja, ik wil jullie natuurlijk heel graag allemaal mooie vette dingen laten zien. Maar ja, dat kan niet altijd. Als het er niet is, dat dan... ik kan ook niet over. Hè. Dus goed, we gaan er weer vandoor. Dus ik hoop dat jullie het wel een leuke locatie vonden op zich. Kijk wat ik zeg, als je dit echt vet vindt, dan vind je dit ook vet. Dus ja, mooi joh. Als ik in Luxemburg ben voor de metaaldetectie, dan heb ik het altijd naar mijn zin. Ik wil ook altijd nog een keer een karper vangen in Luxemburg. Maar ik ga jullie ook zeker hier terugnemen voor locaties hoor. Want ik vind echt wel, ja, die huisjes hier zo, die zijn wel een beetje allemaal hetzelfde. Maar zijn we allemaal nog zonder Grafty? Ja, eigenlijk staan ze weer te lang leeg. Maar ja, zo is het ook weer nooit goed. Ik hoop jullie dat ik wat vaker naar Luxemburg ga voor de locaties hier. Dus bij deze. En dan hopelijk tot snel. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer en laat een reactie achter. Let op, urbex is vaak illegaal en brengt eventueel risico's met zich mee. Wil je hieraan beginnen? Hou je dan aan de volgende regels. Deel geen locaties openbaar. Pleeg geen vernielingen en neem niks mee. Heel veel plezier. Gaat hij lekker? Ja, daarom heb ik goed de blauwe lamp in het schot uit. Het staat helemaal vol met happy en hoop, maar dit is wel iets makkelijker dan wat ik dacht.